Dames en heren, maak kennis met ADH Daniel. Wow, gast! Hoppa! Hey! Voor elkaar uitkiezen. Ja, dat vind ik prima. Ja, dat is goed. Even kijken. Ja, het is gewoon keihard. Ik ben zo benieuwd. Welkom bij de vlog van Enzo Knol. Enzo Knol. Ben hier met mijn maatjes en we maken lol. Maatje. Weet niet of jij dat ook verstond. Wat? Dat was Benny op de achtergrond. Elke dag weer een nieuwe show. Lachen ga jij sowieso. Ja, sowieso. 4 uur, ik kom nooit te laat. Ik zorg wel dat die op YouTube staat. It's a beautiful day. The sun is shining and it feels good. And nobody gonna stop me now. Zo, wie kan zich nog herinneren dat ik zo echt best wel vaak de intro startte? Oh, 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 dames en heren. Oh, zei ik het weer. Hoorden jullie dat? Oh, oh. Oh, oh, oh. Heel erg leuk dat jullie kijken naar een gloednieuwe vlog. Mijn naam is Enzo Knol, dit is Noël, dit is Mywin. We hebben net gesport met z'n drietjes. We kunnen jullie mededelen dat wij gebroken zijn. We zijn kapot. We zijn verslagen. Bro, je kon die trap amper oplopen. Dat doet hij nu zo, hè? Oké, ga jij maar hardlopen naar huis, ja? Hij heeft net een dekstra in zijn mond gestoken. Ja, dus hij heeft nu heel even een kleine boost. Wat een gast. Hij slaapt straks in de auto. Ja, dat denk ik ook. Oké, er gaat wel iets heel erg leuks gebeuren. Noël en ik gaan naar de nieuwe woning. Wij gaan helpen in de tuin, want die staat helemaal op zijn kop. Mywin, die krijgt vandaag nieuwe haartjes. Yes. Dus dat wordt echt lit. Laten we nog even kijken. Nou, oké, dat was awkward. Laten we even kijken naar wat Mywin nu heeft. Een hele mooie assepoester vlecht. Ja, mooi. Maar ik krijg ook even weer hier wat highlights. Ik heb een beetje uitgroei. Ik heb eigenlijk alleen altijd een beetje highlights. En dan is het helemaal mooi blond, want ik ben natuurlijk gewoon wel blond van mezelf. Een klein beetje weer hier zo wat highlights. En dan highlights is het weer helemaal fresh. Ja, highlights zijn gewoon blonde stukjes, zeg maar. Blonde lokjes. Wil jij niet een keer blonde lokjes? Ja. Mag niet. Nee? Gewoon lekker hier zo blonde lokjes. Lekker G. Oké, laat fokken, hè? Net gesport. Oké, ik ben heel erg benieuwd. Vind je dat goed als ik dat ga vragen aan de mensen? Of ze... Oh, ik word bang. Vind je het goed als ik dat ga vragen? Dat ze kunnen, dat ze kunnen schatten hoe veel jij weegt? Ja. Oké, laat weten in de reacties. Want we hebben een bonnetje. Dat bonnetje gaan we aan het einde van de vlog laten zien. En op dat bonnetje staan meerdere dingen. Maar twee dingen gaan we eruit halen. 1. Hoe zwaar is Noël? Of hoe licht? Dat is maar net hoe je het bekijkt. En 2. Wat is de vetpercentage van Noël? Ik ben heel erg benieuwd of jullie het kunnen schatten. Ik zal in ieder geval een voorbeeld geven voor mij. Ik weeg op dit moment 82,1 kilo. Om precies te zijn. En ik heb 8,7% vetpercentage. Dat heb ik. We zijn ongeveer even lang. Maar goed. Doe een schatting. Ik ben natuurlijk gespierd. Ja, laat maar weten in de reacties. Wat was jouw gok? Misschien moet je jouw gok wel vertellen. Oh nee. Het is wel een... Ja, mijn gok was 65 kilo, ja. Maar ja, ik had het niet goed. Zo, ik heb mijn petje eventjes opgehaald. Heerlijk trouwens om zo weer buiten te trainen. Het is gewoon korte broek, t-shirtje. Lekker in de natuur. Je hoort de vogeltjes fluiten. Alsof ik in mijn achtertuin sta. Maar ja, daar gaan we heen, naar mijn achtertuin. Ik ben echt heel erg benieuwd. Daniel en Rutger die zijn als het goed is aan de slag. Dennis misschien ook. Met de zware machines, de graafmachines, de trilplaten. Dus ik ben benieuwd hoe het er nu voor staat. Of ze al een beetje zijn opgeschoten. Want het is op dit moment 10:15. Ik heb van 10 tot 11 gesport. En Daniel en Rutger en Dennis die waren er al om 7:45 in de ochtend. Dus ik ben benieuwd of ze al een heel stuk zijn opgeschoten. Denk het wel, eerlijk gezegd. Handen omhoog! Ik heb een banaan! Handen omhoog! Ik hoorde serieus zo'n grappig moment dit. Jij zei weinig bommen gevonden, of niet? En toen hoorde ik Daniel zeggen, ja, wel een beetje weinig goudstaven. Dat hoorde ik gewoon van het gesprek dat jullie hadden. Dat zei ik niet. Ja, nou, ik heb hier één soort van goudstaaf. Maar hoe gaat hij hier? Ja, nou ja, is het goed? Ja, dit is wel veel vooruitgang. Hij is heel stuk breder geworden. Laatste hoekje nog, dan zijn we klaar.
Ja. Hier nog op de zand, ik ben blij dat jullie er zijn. Ik heb nog flink te scheppen. Scheppen? Waarom niet met die graafmachine? Omdat die daar niet bij kan. Dus ik heb al echt al meer dan een kuub weggeschept vanochtend. Echt? Lekker spierpijn morgen. Gas. Ja. Bam! Of wij kunnen helpen. We hebben alle drie hebben wij net zwaar gespoord, jongen. Ik zie we zijn helemaal kapot en Noël valt bijna flauw. Ja, ik zal vanaf half negen te scheppen. Ja, echt bizar, man. Ja, maar dat kunnen jullie. Scheppen! I'm a scatman! Skibidibidipa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 p
Zal ik muziekje voor je halen? We hebben een box. Dan kun je ze op de beat inderdaad zo. Ja, dat is wel een goeie. Doe eens zo hard. Doe dat eens voor hoe je dan schept. Boem, 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 boem. Hij moet eerst de muziek pakken. Wat is dit ding voor? Wat is dit ding voor? Dat is een flitsbal. Als Daniel te snel schept, dan wordt hij geflitst. Zie je het best doen. Nee, mag ik niet aanzitten. Oh, gast, wat doe je nou? Dat is een meting. Dan weten ze hoe, waar ze de lijn mag moeten hebben. Ik mag niet aanzitten hoor. Dat is heel belangrijk. Nee, waar is het nou voor? Dit is om de hoogtemeter meten. Deze staat helemaal waterpas. Uh-huh. En er zit een laser in. Dat kan je ook al zien. Ja, het staat, staat nu uit. Maar er staat een laser in. En dan heb je zo'n stok. Oké, dit is wel interessant. Ja. En hiermee kan je dus zien of die waterpas staat. Dus zorg dat die waterpas staat zo. En dan stel je hem dus in op een bepaalde hoogte. En dan kan je die hoogte de hele tijd terugvinden. Dus als je hem dan aanzet. Kan je hem eens aanzetten? Dennis weg. Oké, okay, maar dit ding is dus nodig om te meten. Vet. Maar het is wel leuk. Want dan hoor je ook zo piep, 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 als je dan goed staat. Maar oké, okay, als ik het dus nog goed begrijp, als ik dit zo zie, moet dus dat hoekje moet nog weg. Ja. En dan moet dit nog gelijk gemaakt worden. En dit moet eruit geschept worden, want hier in het midden ligt dit, nou hier ligt nog een kuub zand of zo. Ja, en dan? Wat is dan? Dan is het klaar. Ja, nee, ja, dan gewoon vullen met water. Ja, nee, daar komt de volgende stap. Dan moeten we er, gaan we er van die platen in leggen. En dan moet er een vijverzeil in. En dan moet een leidingssysteem in met een pomp en een filter. Oké. Okay. En dan gaan we natuurlijk mooie stenen, weet ik het allemaal. Dan maken we hem helemaal af. Planten, water. Oké, okay, en hoe lang denk je dat het nog duurt? Ja, durf niets te zeggen. Dat, ja, dat is verstandig. Vind ik moeilijk. Oh. Kijk, ik hoop zo snel mogelijk. Ja. Het zou mooi zijn als met een maand het water erin kan. Ja. Dan zou ik heel blij zijn. Met een maand al, dat vind ik wel best nice. Ja, dat zou heel snel zijn. Maar weet je, als we iedere week een beetje progressie kunnen maken. Ja. Hey, maar moeten we ook dan Shahid vragen of hij hier tegels omheen kan leggen? Nou ja, we kunnen sowieso de tegels bij hem bestellen. Maar ik wil ze eigenlijk wel zelf leggen. Echt? Ja. Oei, joh, Daniel is echt een man van alles, hè. Maar check dan, die boven is best wel luidruchtig. En als ik dan hier naar beneden ga, dan merk je gewoon dat het veel meer intens is. En veel meer direct. Hallo, kijkers, we zitten nu onder de grond. En we hebben een intiem gesprek met z'n tweetjes. En vinden jullie de vlogs de laatste tijd ook zo leuk met de verbouwing, de nieuwe woning? Ja. En dan hier heb je weer gewoon wat harder geluid. Dat is gewoon een beetje het verschil. Maar oké, okay, helemaal duidelijk. Hey, Rutger! Maatje! Kijk, Rutger, de man van de machines, die is er ook bij. Ik zal even gedag zeggen. Zo, maat. Ik kort de broek aan, jongen. Ja, ik kom net van sporten. Hey, goedemorgen. Hoe is het? Goed, met jou? Nice, ja, lekker, man. Mag ik weer even graven? Tuurlijk. Heb je de sleutel? Ja. Lekker, man. Ja, dat vind ik zo leuk. Echt, ja, top, man. Topgozer ben je. Echt leuk dit. Zo, nou, ik ben benieuwd. Gaan we er even. Zo, sleutel erin. Hoppakee. Oké, heel even dit filmen, schat. Ik doe even hardcore op. En dan... Oh, dat gaat hardcore op. Daniel heeft zijn ADHD. ADHD Daniel heet hij ook wel. Daar gaat hij. Niet op mij gooien, dat zand. Daar gaat hij hoor. Wow, gast, gast. Ik zit helemaal onder het zand. Die begon, hè? Nou, die banaan kan ik ook wel wegsmijten. Er zit allemaal zand in. Er zit allemaal zand in mijn camera. Helemaal top. Wie is even de drop, Daniel? Dames en heren, maak kennis met ADHD Daniel. Die gaat scheppen op hardcore. Let's go. Nou, ik denk dat ik gewoon even op de graafmachine ga. Die moet ik wel eerst schoonmaken van al dat zand wat erop zit. Maar goed. Heb jij ooit op zo'n graafmachine gezeten? Nee. Dat is echt super leuk, man. Echt leuk. Hoppa. Is toen ready? Yes. Echt leuk, hoor. Nou, valt tegen. Matig schepje. We beginnen even met een kleine pas. Hoppa. Ja, dat is beter. Beter. Ja.
Ja, dit is veel beter. Kijk eens even. Hoppakee. Lekker. Je mag tot en met hier scheppen. Tot en met, met daar. Oei. Alsof hij dit elke dag doet. Hoppa. Zo. Dit is een goede schep. Ja, dat is een goede schep. Zo dan. Ik denk dat je beter graafmachine meneer had kunnen worden. Ja. Denk ik ook. Je roeping gemist. Oh. Hey, ja. Hartstikke ding. Hey, ja. Hey. Kijk hem gaan. Kijk gek. Schep jongen met dat ding gek. Schep me jongen, schep. Schep met dat ding jongen. Hartstikke ding. Ben jij een schep man? Dat gaat echt goed hè. Mijn armen. Hey. Ik tril helemaal. Nee, maar echt netjes. Ik heb getraind. Ja, holy moly. Heeft hij voor het eerst in zijn leven getraind? Ja. Echt? Zie je dat hoe niet? Hoe zwaar denk jij dat Noël is? 68 kilo. Wacht, nee, je bent best wel lang, hè? Ik denk 71. Hoe zwaar denk je dat ik? Jij? 89. Ja, mooi, precies goed. Hij kan echt goed of zo, die beweging. Ja, ik vind het echt mooi spul. Is er iets wat Enzo niet kan? Warzone. Nee, dat hoorde ik. Hoe zwaar je wilt scheppen? Niet normaal. Echt zwaar als schep. Gewoon normaal, hè? Last van mijn elleboog, joh. Schep nou maar door, hè? Ik heb wel goed zo. Ja, je hebt die schepbeweging wel echt onder de knie. Kijk, dat ding kan... Dat ding kan ik denk ik wel besturen. Ja. Nee? Dat is wel pittig hoor. Ja? Zo, deze weer naar voren. Ja. Wat we dan gaan doen, is dan hoppen we op deze. Ja. Alleen ja, hij zit eigenlijk nog niet helemaal vol, maar we kunnen wel eventjes een testje doen. Ja, moet ik erbij? Alleen, ja, je kan hier wel bij, denk ik. Alleen, let op, eerst voor gloeien. Dus we moeten eerst even deze. En dan zie je hem hier. Zie hem gloeien. Dus die uitgaat. Dit is een diesel. Nu is je uit en dan komt hij. Nee, maar dat is een diesel. Met deze geef je meer gas. En dit is de linkerrupspand, dit is je rechterrupspand. Sick, hè? Nee, joh, dus je doet ze voor rechtdoor eigenlijk alle twee. Ja, voor rechtdoor allebei. Ja. En als je... Ja, juist, en dan maakt hij bochtje, ja. Superleuk, hè? Ja, geniaal. Een bohaandekel van Disco. Het is leuk, hoor. Oh. Hallo, joh. Hier, baspaadje. Dat doet die jongen toch leuk, hè? Hey. Echte vakman, hè? Ah, ja. Niet normaal, hè? Echte vakman doet dat even. Ga weer! Die moeilijk bergie. Beetje duwen. Hoppa. Boom. Samen weer. Bam. Is dat niet mooi, dames en heren? Of is dat niet mooi? Dat is mooi, hè? Vind jij dat aantrekkelijk, schatje, dat ik dat kan besturen? Normaal, echt niet normaal. Nu mis ik nog wel de veiligheidshelm en dat hesje. Oh ja. Ja. Moet je nog even aan doen. Ja, dat is een goeie. Ja. Maar het begin is er. Noël, kom. Scam me, jong. Scam me. Ik denk dat het leuk is om Noël, als Rutger dat goed vindt. Ja. Want een betere leraar als Rutger kan je denk ik niet hebben voor deze kraammachine. Kom op schoot. Kom even bij. Dus ik denk dat het beter is dat je even les krijgt van Rutger. En dat hij even vertelt hoe het werkt. En dan ja, kan je gewoon... Ik zou het serieus knap vinden als jij gewoon na de instructies van Rutger... dat jij uit jezelf één volle goede schep hier weg kan halen en hierin kan doen. Ja. Ik zou het knap vinden. Goed luisteren naar Rutger en dan gaat het goed komen. Bro, you got this. Een soort van examentraining dit. Deze naar beneden. Kijk, met deze doe je bak open en met die doe je hem dicht. Met deze zwenkje. Met die schenkje. Oh, shit. Ja. Dit is echt een vibe, hè? Ja. Yeah. Nou, kijk, wat je moet doen is eigenlijk met de kraan is altijd alles wat je naar je toe doet. Is kracht zetten. Dus als je naar voren gaat, dan gaat hij zeg maar zo. Maar als je naar je toe is altijd kracht zetten. Zo.
Nou is de kunst eigenlijk dat je met graven. Oké, okay, nu horen we niks meer, maar dat wordt mooi dit. Als je naar voren doet zo. Ja. Dan doe je, terwijl je naar achteren doe je hem ook een beetje dicht zo. Een goede instructie was dit toch? Oké, Noël. Je kan het! Kom op maat, je kan dit. Scheppen, scheppen. Niet de hele vijver verpest, hè? Nee. Kom op, dit is toch vet als jij dan uiteindelijk kan zeggen dat je mee hebt geholpen aan de vijver. Oh, nee. Ja. Hij is gevoelig, hè? Ja, eigenlijk een soort... Ja. Laat me zitten. Je moet er gewoon zachtjes behandelen. Zachtjes. Voorzichtig weer omgaan. Daar komt het op neer. Ja. Oké, ja. Oké. Lekker. Bak. Lekker, Noël. Kijk eens wat die jongen schept. Ah, hij is een flinke opschepper, hoor, zo. Ik voel een beetje thuis. Je auto ook zo als je rijdt. Kijk eens. Je bak moet weer dicht. Oké, dan lijkt het mij verstandig dat ik nu uit deze bak ga. Ga ik even hier zitten. En dan kan Noël hier even in dumpen. Klopt, Noël. Je kan het! Lekker, hoor. Echt netjes. Oeh. Klopt, Noël. Niet te lang. Oh. Rustig aan, hè, maat. Rustig aan. We hebben een maand de tijd nog, dus. Oh. Ja, dat hebben we net gehoord. We hebben nog een maand de tijd. Oh. Deze is dat, hoor. Doe je die ook een heel klein beetje voor? Het gaat voorzichtig, maar het gaat je lukken. En als je nu die rechte joystick naar rechts doet en in blijft houden naar rechts. Ja. Kijk. Kijk, nee, dat is prima, joh. Dat is prima, hier. Hey! Schep. Yeah! Nou, en als je elke 5 minuten zo'n schepje doet, ja, dan hebben die bak over een uur klaar. Wij gaan even eten nu. Ja. Nee, maar serieus knap. Het is echt moeilijk. Het is moeilijker dan je denkt, zo'n graafmachine. Maar ja, het is wel echt superleuk. Ik ga even een hesje aandoen en dan ga ik eventjes aan het werk hier zo. Wat leuk. Zet ik weer even een cameraatje erboven neer. Mooi timelapse. Helemaal top. De auto ziet er gewoon goed uit, alleen linksvoor geeft hij een melding aan dat de band leeg is. En ik wil natuurlijk ervoor zorgen dat Marjan gewoon veilig de weg op gaat richting, waar is het eigenlijk, het noorden ergens, Assen? Ja, in de buurt van Assen weer. Dus ik wil natuurlijk dat Marjan veilig de weg op gaat, dus ik ga nog even met Marjan naar het tankstation hier om de linkervoorband even netjes op te pompen. Ja, bijzonder dat hij nu die melding geeft. Ja, het kan zijn dat iemand van ons een keer met deze auto dan met linksvoor per ongeluk door een spijker is gegaan ofzo. Ja. Ja, dat heb je toen ook een keer met de Lambo gehad, hè? Nee, dat was ook met deze. Echt? Ja. Dan loopt die langzaam leeg. Als je die spijker er gewoon in laat, dan kan je er in principe wel mee doorrijden, maar... Dus laten we even kijken bij Tension. Ik vind het altijd zo lastig om te checken hoe je band op moet pompen. Ja? Ja. Het is eigenlijk heel makkelijk, maar we moeten het net even weten. Ik heb het wel eens vaker gedaan. Daarom dacht ik, ga even met je mee. Kunnen we het even zelf samen ontdekken? Ja, doen we het even samen. We komen er wel uit. Tankstation is ook dichtbij eigenlijk. Ja, het is echt zo ontzettend relaxed. Je kan echt heel goedkoop tanken hier in Soesterberg. Zowel diesel als 98. Dus dat is echt heel nice. Daar ben ik echt blij mee. En het is gewoon letterlijk om de hoek. Ik film gewoon serieus bij mijn huis. En we zijn nu al bij het tankstation. En dus de weg op en de weg af. Ja, dat is echt ziek. Ik ga nu hier de weg af en we zijn bij het tankstation. Ja. Dat is echt super ziek. Heel nice. Alleen heb je hier wel een pomp? Meestal heb je dat wel, maar hier rechts meteen? Ja, daar. Ik zie het al. Oh ja. Nou, we zijn er al. En Noël vond het echt leuk op die graafmachine. Ja, echt schattig. Ja, echt geniaal. Maar ik denk ook wel als je goed kan gamen, dat je ook wel gevoel hebt met die joysticks uiteindelijk. Ja, dat je daar een beetje behendig mee bent. Ja, dat je dat wel snel leert. Oh, daar moet geld in. Ja? Ja. Oh, ik heb geen geld bij. Nee, ik ook niet. Nou, moeten we toch. Wat zuur dit. Damn, ik dacht dat het altijd gewoon gratis was, joh. Maar misschien omdat dit een onbemande tankstation is, is het niet gratis. Meestal bij die bemande tankstations is het volgens mij altijd gratis. Nou, moeten we toch. Ik kan niet altijd meezitten, dames en heren. Nou, ga ik eventjes bietsen voor geld. Ik heb geen kleingeld hier, dus ik ben benieuwd of de rest het wel heeft. De alarm gaat ook af. Heeft er iemand kleingeld? Ja, ik heb 10 of zo. Heb je 10 euro aan kleingeld? Nee, ja, gewoon 10. Ja, ik heb muntgeld nodig. Nee, niemand heeft weer muntgeld tegenwoordig. Wee, hoor je dit alarm? Enzo, hij heeft een professionele auto. Echt? Ja. Kunnen we daarmee de... Ja, denk ik wel. Serieus? Ja. Hoi joh, dat zou wel sick zijn. Hey, kan je met zo'n compressor gewoon banden oppompen? Gewoon zo goed? Ja. Echt? Ja, kijk, hier staat hij. Hoi joh. Zullen we vragen aan hem? Ja, als het kan, waarom niet? Hoi, vraag je. Heeft u een compressor waarmee ik banden kan oppompen van de auto? Ja. Mag ik dat misschien gebruiken?
Want mijn banden zijn allemaal 0,3 bar te laag van de Porsche. Maar ik weet niet of mijn banden mij helemaal zo precies klopt. Als er een beetje lucht bij zit, toch? Oh, heeft u dan misschien klein geld? Nee, maar dat kan toch wel? Hij kan toch wel een beetje oppompen? Nee. Hij vindt het in ieder geval grappig. Maar hij kan toch oppompen, dat ding? Dat kan wel, ja. Ja, we hoeven niet precies hoeveel moet erin. Ja, alles is 2,4 en er moet 2,6, 2,8. Dus er moet 0,3, 0,4 bar bij. Ja, maar dat hoeft er niet precies. Ja, tuurlijk wel. Ja, wil toch niet de ene 3, de andere 2,5? Ja, en nu? Ja, en nu heb ik kleingeld nodig. Ja, verdomme. Niemand heeft muntgeld. Nou, wel lief van die meneer dat hij wel wilde helpen. Maar als het niet precies is, dan durf ik het niet aan. Geen kleingeld? No. Hoeveel? No. Ja hoor. 2 keer een euro. De redder in nood. Alles wat je hebt. Dankjewel. Yes! Ik heb kleingeld. Oh my god. Ja, ik heb nooit meer kleingeld. En zoals je ziet, de mensen om me heen ook niet. Ik heb ook nooit briefgeld. Ik heb gewoon niks. Ik heb gewoon een pasje. Dat is het. Waar heb ik ook contant geld voor nodig eigenlijk? Ja, voor oppompen van je band dus. Daar zijn we weer. Een euro voor 6 minuten. Ja. Nou, dat moet goed komen. Even kijken hoeveel er precies in moet. Of dat deed jij? 2,6. Ja, ik heb net Jim gebeld van Lamborghini. Maar die heeft altijd eerder bij Porsche gewerkt. En het leuke is daarvan dat ik ooit deze Porsche bij Jim heb gekocht toen hij nog bij Porsche werkte. En ja, die bel ik altijd eigenlijk op voor alles met betrekking tot auto's. Dus of dat nou een Porsche is of de Lambo. Ik bel gewoon altijd Jim. En Jim die zei, hij moet tussen de 2,6 en 2,8 bar. En als je het zeker wil weten, maak dan even de deur open. Nou, dan gaan we dat eventjes doen. Kijken of hij gelijk heeft. Dan maken we de deur open. En als het goed is, moet dan hier staan, denk ik. Even kijken. Porsche Assistance, geldig tot 2022. Nou, nice. Ergens hier binnen in de deur of zo moet staan hoeveel bar of zo. Tenminste, hij zei ergens binnen in de auto. Oh, daar. Waar? Hier. Oh ja, hier staat het. Even kijken. 2,7. Twee personen. 2,9 tot 2,3 of 3,2. Wow. Ja, twee personen met een koffer is 260 kilo aan zeg maar mensen en bagage. Is 2,9 voor, 3,2 achter. Wow, dat is echt hoog. Dat is echt hoog. Ik denk eerlijk gezegd dat we deze moeten pakken. Gewoon 2,7. Of we doen 2,8. Zitten we er tussen. 2,8, ja. Maar het staat hier wel dus. Dat was sick, wist ik niet. Voor de mensen die het ooit moeten weten, het kan zijn, grote kans dat het binnen in de auto staat van de deur. Ja, een eurotje erin? Ja hoor, doe maar. Helemaal prima. 2,2, dat moeten we niet hebben. We moeten 2,8. 2,8. Nou, dan pak je de slang. Dan zet je hem op het ventiel. Ja, zit hij erop? Ja. Zo makkelijk kan het zijn. En dan gaat hij piepen als hij... Ja, want je ziet hier dat hij nu 2,48 is. En als het goed is gaat hij nu oppompen naar de 2,8. Hij zit nu 2,65. En als het goed is piept hij wanneer hij op de 2,8 zit. Oeh, 2,78. Dat is moeilijk te zien. Even kijken. Ja, 2,82. Hij is vol. Piep, piep. Piep, piep, piep. Jeetje, dit is wel heel makkelijk. Dat kunnen wij. Tuurlijk, dat kan jij. Oké, ideaal dit. Nou, dit gaat echt makkelijker dan ik dacht. Nou, ze waren dan wel allemaal veel te zacht, hè. Het is belangrijk dat je af en toe dit even gaat checken. En nu moet ik zeggen, mijn auto geeft een melding aan. Maar er zijn ook auto's die geven niet die melding aan, denk ik. Dus het is wel belangrijk om dat af en toe even in de gaten te houden. Nou, dan draai ik de ventieltjes weer erop. Hopsakee. Blijft echt zo'n mooie auto dit. Niet normaal. Ik vind het nog steeds echt gruwelijk. Die rode lijn hier omheen. En deze. Wow. Dat maakt de auto echt af. En het KP-logo natuurlijk. Super dik. Zo, echt mooi ook dat ik zo zeg van... Ik vind het belangrijk dat als Mario de auto meeneemt, dat gewoon alles goed geregeld is. Dat de bandenspanning goed is. Dus ik ga even voor haar de banden oppompen. Ondertussen zit Mario zelf de banden op te pompen. Draai ik de ventieltjes erop. Oké, goed bezig, schat. Dat is wel teamwork, joh. Ja, dit is wel teamwork. Zeker, gaat nog niet echt met de snelheid van Formule 1. Maar wordt aan gewerkt. Nou, ik vind het best wel snel gaan, moet ik zeggen. Ja, we zijn al bijna klaar. Als het goed is, rijdt hij dan ook wel chiller. Dat is gewoon 0,4 bar te weinig, hè. Ja. Dat is wel echt veel. Zo, gefixt. Hatsé. Oké, ik moet zeggen, het was met 50 cent ook wel gelukt. Ja, maar dat kan niet. Maar, oh, moet minimaal een euro. Ja. Oh ja, nou goed, het is in ieder geval gefixt. Hoppa. Melding geeft hij ook niet meer aan, meteen al niet meer. Laten we eens checken of wat hij nu zegt. Of hij dan nu ook meteen kan lezen dat hij 2,8 heeft. Bandenspanningcontrole, ja. Oh, 2,8. Perfect, hier zie je het. 2,8 overal, ideaal. Tot vanavond, je hebt de sleutel, doe voorzichtig. Jij ook voorzichtig doen op het bouwen, hè? Ja, tuurlijk. Sowieso. Komt goed. En stuur maar een fotootje als hij helemaal klaar is. Is goed. Ga ik doen. Veel plezier. Rustig aan, hè? Voorzichtig rijden. Ciao, ciao. Doei. Nou, gaat maar weer. Bye. Nou, dan gaan wij hier weer even aan de slag. Hatseflats. Zo, dat gaat de goede kant op. Zo, dit is een goed plekje om te staan trouwens. Met korte broek.
Oh, lekker warm achter jou. Echt lekker warm dit. Oh, wow, 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 wow. Hoppa. Ja, nice hoor. Lekker, maat. Ik ben echt al aan het graven, inderdaad. Goed bezig. Later. Noël! Hey. Wat een reactie weer van hem, jongen. Oh mijn god. Doe jij in mijn slaapkamer? Nou, als je wil dat dit je slaapkamer wordt, dan moet je eerst wel eens even het bed opmaken, ouwe. Oké, okay, nee, ik was net even outfitje aan het zoeken. Ik heb natuurlijk, ik ben nog steeds zo trots op het feit dat ik gewoon elke dag mijn knolpower sokjes heb. Kijk, daar heb ik mijn knolpower sokjes. En elke dag tot nu toe, echt al heel erg lang, gewoon elke dag knolpower onderbroekje. Er worden nieuwe gemaakt knolpower onderbroeken, want ik heb nu alleen de zwarte en de rode. Ja, natuurlijk willen we uiteindelijk variatie, dus er worden nieuwe gemaakt. Maar ja, dit is altijd standaard. Nu nog even een broekje. Zo'n outfit voor elkaar aan het kiezen. Ja, dat vind ik prima. Ja, ja, dat is goed. Kies ik wat voor jou en denk jij wat voor mij. Is goed. Swipe jij dan zo de kleding nu? Op jou. Ja, zo'n dikke transitie. Dat is die TikTok van hier. Ja, die is wel echt heel sick, ja. Voel je je ook meteen kas nu naar de training? Nee, totaal. Oké, okay, is goed. Ik, ja, we hebben dezelfde maat schoenen. Ja. Dus ik kan ook gewoon de schoenen die ik heb, kan ik voor jou gebruiken. Dus is goed. Ik ga eerst voor mij. Ja, ik ga het nu meteen voor jou wat pakken, ja? Oké, okay, nice. Dit wordt echt heel erg vet. Ik denk dat ik al meteen iets gruwelijks voor hem heb. Namelijk een pakje. Kijk, dat is deze. En dat is deze. Zo. Ik denk dat dit wel echt heel vet is al. Oké, ik heb alles verzameld hier voor Noël. Natuurlijk ook knolpauw sokjes en een knolpauw onderbroek. Ja? Ja? Ja. Oh, ik moet alleen nog even een shirtje pakken. Ik denk deze. Deze paarse. Die vind ik wel nice. Kijk. Let's go. Cool. Alsjeblieft, man. In het paars? Ja, man. Heb je zin in een chill outfitje? Of, Ja, man. Sowieso. Chill outfitje. Oké, dan ga ik even douchen. En als jij dan jouw outfitje klaarlegt, dan... Ja, let's go. Tenminste, voor mij. Ga ik doen, maatje. Oké, laat ik dan eventjes een douche gaan nemen. En mijn haar blijft maar groeien. Ja, logisch eigenlijk. Maar check dan helemaal aan de zijkant hier. Echt ziek hoor. Niet normaal. Ik heb geen idee tot hoe lang ik het laat groeien. En heel veel mensen zeggen al en zo, ga dan naar de kapper. Ik zou niet weten waarom. Ik vind het wel prima. Laat het gewoon lekker lang groeien. Deze lampjes doen het niet altijd. Die middelste is sowieso kapot. Deze doet het soms. En die bijna nooit. Maar als ik dit doe... Hoppa. Ik zou het je niet aanraden, want het kan zijn dat als je een keer slaat dat de spiegel kapot gaat. Maar het is nu in ieder geval gefixt. Oké, ik ga eventjes douchen. Ik geef de camera aan Noël. En die gaat zich dan omkleden in zijn eigen outfitje. Dat zal hij wel aan jullie laten zien. En dan legt hij ook nog voor mij even een outfitje klaar. Oké, Enzo heeft dus een outfitje voor mij uitgekozen. En ik heb nu even aangetrokken. En kijk eens even. Kijk, maar eens even shiny. Zo, ziet het er strak uit, hè? Hier, deze en deze. Twee verschillende schoenen ondergedaan. De nieuwe trip van 2020. Ja, toch? 2020. Ja, 2020. We gaan dus nu een outfitje voor Enzo uitkiezen. En sowieso, dit had ik al even klaargelegd. Even gewoon hè, dezelfde onderbroek en dezelfde sok als mij. Laten we dat gewoon hetzelfde doen. Dan ga ik gewoon even kijken. Hè. Ik weet wel wat Enzo allemaal leuk vindt. Hij heeft keiteveel veel kleding. Ik kan hem ook gewoon een kledingstuk van mij geven. Nee, we gaan echt wel van hem. Misschien zo'n trui is ook altijd leuk. Kijk, hij weet dat ik van paars hou. Dus hij heeft mij ook een paarse shirt gegeven. Ik weet dat hij ook wel echt van paars houdt. Dus ik zat al te twijfelen of het deze. Dus misschien ga ik gewoon voor iets van dit... Kijken. Iets van zo'n shirtje. Maar dit is ook weer zo vet, hè? Dit is ook weer keihard. Ik weet niet waar. Er is zoveel. Oh mijn god. Oh. Of we doen gewoon dit. We geven hem ook gewoon een pakje. Even kijken. Ja, dit is gewoon keihard. Ja, moeten we niet paars op paars? Even iets van een zwart shirtje. Ik denk deze. Is zwart. Het is prima. Hier doen we een zwart shirtje. Met ook zo'n pakje. Even kijken. Vast heeft hij ergens de broekje hier. Oh, kijk. Dit wordt top. Hier, broekje erbij. Hier, lopen alle twee in zo'n lekker pakje. Ja, joh. Dat wordt hem. Alleen nog even schoentjes. Gaan wij swaggen? In onze pakjes vandaag, hé. Hey. Hallo, hé. Hey. Yo, Enzo. You ready, bro? Hij heeft het aangetrokken. Ik ga mensen shockeren hoor. Ja? Op advies van Noël heb ik ook meteen een middenscheiding erbij gedaan. Ja, middenscheidingje. Oftewel, ik word de grote broer van Noël. Ik ben zo benieuwd. Damn! Damn, son! Hey, you're dripping. Laten we het even goed in het licht bekijken. Ik denk dat dit best wel gek is voor veel mensen. Want ja. Ik heb mijn haar echt al heel erg lang niet meer gedaan. Dit is echt de eerste keer sinds... En besef, nu is het niet eens geknipt na een middenscheiding. Nee, het is nog... gewoon alle kanten gaan groeien. Ja. Dus ik probeerde een beetje... Want Noël zei, oh, doe ook een middenscheiding wat ik heb, dat is keihard. Ja. Dus ik probeerde dat. En Noël heeft me even geholpen met mijn haar, omdat ik het heel lang niet heb gedaan. Maar bij Noël is het geknipt naar zijn middenscheiding. En bij mij groeit het alle kanten op. Ja. Dus mijn haar zit niet in model, maar toch. Het is wel gelukt nu. Het is aardig een beetje gelukt.
Maar het is een beetje wennen. Ik zie een beetje haar voor mijn ogen. Ja, ja, ik vind het hard. We hebben allebei een pakje aan. Ja. We hebben de schoenen gedeeld. Is drippy. En we gaan eventjes met de auto weg. Want er is een stukje... Laat trouwens eventjes weten in de reactie beneden wat jullie vinden van onze outfit. De dripping boys. Dus laat het even weten in de reacties. In ieder geval, wij gaan eventjes met de auto weg. Want ik moet even een kapje van mijn spiegel laten maken. Die is namelijk de afgevallen. Nou, ik heb de auto geparkeerd hier. Naast gewoon echt een heel bijzonder exemplaartje. Binnenkant is helemaal geel. Maar check eens eventjes hoe gruwelijk. De spiegels zijn helemaal van carbon. En wat een mooi plaatje zo naast elkaar. Holy moly. En dit is dus, dit had hem dus ook kunnen zijn, hè, die van mij. Als hij gewoon helemaal zwart gerapt werd. Want het is echt precies dezelfde zwart. Alleen deze velgen zijn veel gruwelijker dan die van mij. Check dan hoe keihard het is. Echt niet normaal. Heel erg vet. En alles is van carbon hier. Maar ook echt alles. Alles onderdelen. Extra, alle extra onderdelen. Heel gruwelijk. Maar goed. Het gaat om het kapje aan de onderkant hier van mijn spiegel. En ja, als het dan regent of wat dan ook. Of je rijdt hard. Dan hoor je dat keihard waaien. Ruilen is goed. Ruilen komt. Nee hoor. Is YouTube. Dus maak geen zorgen. Loser. Ja, ik ben aan het filmen, toeteren en dan wat zeggen en dan niet op tv willen. Nou, in ieder geval, ja, deze is dik. Deze is echt dik. Maar goed, ik ga hier eventjes de auto brengen en dan wordt die als goed is nu nog gemaakt. One eternity later. Zitten we weer. Zijn we. Het is gefixt. Zo. Lekker. Kan best lekker zijn, toch? Ja. Had jij die gepakt? Nee, Myron volgens mij in de gym. Of had jij die gepakt? Die, ja, die had de hete in mijn broekzak gezeten. Waarom? Omdat ik die vergeten was te eten, dus ik kan. Mijn hapje? Maar moet je dit niet altijd wassen, zo'n peer eerst? Zeg maar, nou, met water of zo? Ja. Oké, het is gefixt. Helemaal nice. Dames en heren, helemaal nice. 97.500 kilometer staat er nu op de teller. Dat is echt bizar. Ze schrikken er zelf ook van hier bij de garage. Dat ik al zoveel heb gereden. Dat is echt niet normaal. Weet je dat? Dat is een schok. Dat zag ik aan hun gezicht. Oh my god. Ja, bijna gewoon een ton, hè? Ja, niet normaal. Nou, vandaag sport. Lekker chatten. Even lekker smikkelen. Dit vonden we wel heel raar. Ik ben benieuwd hoe jullie erover denken. Maar ik eet mijn nuggets met McDonald's saus. Met McDonald's frietsaus. Lekker met zoetzuur. Ja, ik vind het echt lekker zo. Godverdomme. Wat? Komen ze niet voor mij. Hoi. Foto. Ja, tuurlijk. Zeker. Kijk eens aan. Dankjewel. Alsjeblieft. Smakelijk. Dankjewel. Ciao, ciao. Komen ze niet van mij, zeg. Arme jongen. Hij kijkt ook opzij. Hij ziet ook dat die meid lopen. Godverdomme. Ik kwam wel helemaal speciaal van jou, hè? Zie je? Stap er nu weer in. Ze hebben hem gewoon daar even snel geparkeerd. Ja, dat is echt love. Helemaal over, ja. Ja, echt wel. Oké, wat we nu gaan doen is dat ik ga hem op vertellen. En dan moet Noël proberen zijn lach in te houden. Als hij wel lacht, dan heb ik een punt. En zo gaan we dat de hele tijd om de beurt doen. Waarom zet een blondje lege flesjes in de koelkast? Ja, hij heeft gelachen. Ja, wacht even. Laat even overnieuw. Oké, beginnen nu, ja? Ja, dat is mentaal. Hij lacht altijd om alles. Dat is mentaal iets bij mij. Dan ben ik zo'n vrouw persoon. Ja? Dat is wel een goede eigenschap. Waarom zet een dom blondje lege flesjes in de koelkast? Voor de mensen die geen dorst hebben. Dat is best leuk. 1-0. Ik ga meteen 2-0 maken. Komt-ie. Er zit een man op de bus te wachten. Zegt de buschauffeur, hey, ga eens van mijn bus af. Ik ging lachen door hem. Dat is een punt voor mij. 2-0. Nee, 2-0. Oh, dus als je gaat lachen. Ja, je mag wel gewoon om je eigen grap lachen. Oh, dat mag wel. Hoe noem je een koninklijke drol? Vijfstrijd. Zo slecht. Die was heel slecht. Maar oké, je hebt een punt. Oké, ik ga nu de derde punt maken. Twee bananen staan een gat te graven. Zegt de ene tegen de andere, ik stop ermee, ik krijg een kromme rug. Die is wel echt leuk. Je mag nog twee aan mij vertellen. Welke praten. Welke coureur kan het vers lopen? Max Verstappen. Wow, dat is geen eens grappig. Dat is gewoon waarom gaat een boom nooit naar school? Hij is geschorst. Ik snap er geen hout van. Kan ook. Die van mij was ook goed, hè? Dat is het antwoord. Oké, er staan nog steeds 3-1 voor mij. Welke planeet is heel blij? Jupiter. Hahaha.
in. Er zitten twee koeien in bad. Zegt de een tegen de ander, ik krijg mijn vlekken er niet af. Er kwam allemaal shit uit je neus, ouwe. En probeer niet te lachen. Komt hier uit. Waarom gooit een dom blondje tijdens het spelletje de dobbelstenen tegen het plafond? Wie het hoogst gooit, wint. Ja, die ken ik niet. Dat is gewoon logisch nadenken. Dat is niet lullig bedoeld. Waarom rijden boten niet op zondag? Omdat ze varen. Oh, een punt. Ja, hey, lach gewoon. Zucht hij dat ik laag. Oh. Boten rijden toch niet, ze varen. Nee, ja, ik denk al, ik kreeg wel erg hoor. Twee brandnetels zijn aan het praten. In welke taal spreken ze? In het Engels. Waarom? Je weet het zelf geen eens. Brandnetel. Brandnetel. Waarom zijn vissen zo slim? Omdat ze in een school zwemmen. Oké, die was niet grappig, hè? Kap nou! Kijk jou nu maar aan. Oké, dit was omdat ik naar hem keek. Ja. Ik heb wel echt een goede site gevonden. Ja? Soms moet je even geluk hebben met welke site je vindt. Wat? Wat is het toppunt van zelfvertrouwen? Nee. Een scheet laten als je diarree hebt. Nee. Welk insect laat winden? Een ventilator. Ik snap hem niet eens. Je snapt hem niet? Welke vlieg? Een ventilator is toch een draaiding dat blaast. Welk insect... Insect. Zeg je het ook nog verkeerd. Welk insect laat winden? Een ventilator. Tor. Tor is een insect. Ik snap hem. Wat gebeurt er met een kers als hij uit een boom valt? Ik krijg de kersschudding. Nee? Kersenschudding. Ja, ik verstond het. Hersenschudding. Ja. Heb je ook altijd dat je dan... Ik ben hier ook te moe voor eigenlijk. Ja. Heb je ook dat je soms moppen hoort? En dat je dan denkt, ik onthoud die wel even. En dan vervolgens niet doet. En nu... Altijd heb ik dat met moppen en zo. Dan denk ik van, oh, die ga ik onthouden. Die is echt leuk. Ook die van die instinct. Die ga ik een keertje vertellen. Dat is zo grappig. En dan vergeet je het altijd weer. Nou, ik denk dat we allebei niet hebben gewonnen. Nee. Deze is wel grappig. De meester zegt tegen Jantje, wat ben je laat? Zegt Jantje, maakt dat wat uit dan? Het is nooit te laat om te leren, zegt u altijd. Dat is gewoon goeie, toch? Ja, een goed argument, dus niet per se grappig. Nee. Oké, gaan we het volgende doen. Ja. Doe eens even een goede slok water in je mond. Ja, probeer het binnen te houden en niet uit te spugen, oké? Daar komt het. Raam moet dicht. Dan gaat het niet uitspugen. Een man stopt een brief in de bus. Een man stopt een brief in de bus. Zegt de buschauffeur, moet ik er nou mee? Oh mijn god. Die was echt goed. Daarmee. Oh, kijk hoe ver. Ik had echt veel water. Ik had ook pijn aan mijn tanden, joh. Hij is echt zeikersnat. Wat een gast. Oh, dit is ook zeikersnat. Oh mijn god. Ik heb zojuist nieuw bestek binnengekregen. En ik vind het echt gruwelijk. Damn, dit wilde ik echt al heel erg graag heel lang hebben. Het zijn de messen, vorken, grote, kleine. Een grote lepel en een kleine lepel. Misschien kan je het niet zo heel goed zien zo. Dus ik zal het even op een rijtje leggen hier op de tafel. Wat? Check hoe vet. Die messen zien er super cool uit. Dan heb je de vorken en de lepels. Past nog maar net hier zo. Echt heel erg nice. Hier ben ik blij mee. Het is een mooi messenset. Of mooi gewoon een bestekset. Prachtig. Super vet. Echt nice. Marjan die komt vanavond terug. Dus ik ben benieuwd wat ze ervan vindt. En Marjan die zei van, hey Enzo en Noël natuurlijk. Als jullie wat willen eten. Ik ben er helaas vanavond niet. Dus ik kan niet koken. Maar ik heb eten in de koelkast. Dus het maakt jullie vast wel blij. Dus ik dacht van, waar ligt dat dan? Want hier liggen dan bijvoorbeeld nog wel lekkere stukjes kwarktaart. Maar hier zit wat in voor ons. En dat heeft ze bewaard van een paar dagen geleden. Pasta. Oeh, heel lekker. Dus dit ga ik zo even opwarmen voor mij en Myron. Zo gewend dat ik met Myron ben alleen maar. Met mij en Noël. Dus dit gaan we straks even opwarmen. Super lekker. En dan ben ik benieuwd wat Myron van het nieuwe bestek vindt. En we hadden laatst ook al het zwarte bestek erbij gekregen.
is ook echt super mooi. Het enige met het zwarte bestek is dat je er allemaal van die vegen op krijgt. Van de vaatwasser. Zie je dat? Dus het lijkt alsof het vies is, maar het is schoon. Dus als we de vaatwasser leegruimen, moeten we eigenlijk gewoon met een theedoek erbij langs gaan. Dan is het gewoon helemaal mooi strak. En nu krijg je een paar van die stipjes. Maar goed. Heel nice. Maatje, ik heb eten voor je gekookt. Wow, echt zo lief. Alsjeblieft, love bro. Helemaal zelf gemaakt. Ja, alsjeblieft man. Shout-out naar Myron for the food. Heel erg nice. Ik heb zelfs mijn eigen cappuccino gemaakt. Ja, ja, ja. Ik kan het nog wel allemaal zelf voor mensen. Maar het is wel fijn als Myron het doet. Het is wel super fijn. Later. Hey maatje. I love Enzo Knol. Hey. Hey, I love you. Lekker maatje. Alsjeblieft jongen, met nieuw bestek. Zo, dat is mooi. Dat is wel gaaf, hè? Ik blijf wel. Ik heb nog wat voor het jongetje. Kijk eens even. Alsjeblieft, maatje. Ik neem gewoon helemaal de rol van Myron over. Oh. Oh. Ik krijg gewoon een vaderrol. Alsjeblieft, maatje. En kijk eens wat ik heb gekregen. Echt super sick. Het is een Pikachu. Die heb ik opgestuurd gekregen. Op een stukje glas. Dat is echt wel heel erg gaaf gedaan. Echt super lief. Alleen die andere was bedoeld voor Myron. Maar die is ondanks het bultjes plastic helaas doormidden gegaan. Zoals jullie zien. Maar het is wel echt heel gaaf gedaan. Oh, dat is een beetje sneu. Maar wel echt super nice. Echt knap gedaan. Echt heel erg tof. Ik word een lid. Oh. Nee. Echt, kom je uit. Hallo. Hi, Myron. Hi. Hoi, joh. Mooie haren. Thanks. Damn. Myron, beauty? Hoi, joh. Nou, ik vind het zelf niet mooi, hoor. Vind je niet mooi? Nee, ik vind het wel krul. Oh. Maar dat gaat wel weer uit. Maar dat vind ik echt heftig. Kijk dan. What the fuck, voor mijn Beatrix. Bro, ze staat op pepermunt, alles man. Beetje krillen als dat is Wilhelmina. Beetje. Shoutout naar haar. Shoutout ook naar haar. Kom op man. Beetje respect op de naam van Beatrix en Wilhelmina. Kom op. Represent respect, let's go. Oké, even het volgende aan Myron laten zien. Vind je ook niet trouwens dat heel opgeruimd is thuis? Ja, wat hebben jullie gedaan? Jullie, zeg maar rust. Ik heb alles opgeruimd. Waarom? Dat is wel echt lief, maar... Waarom? Gewoon! Ik dacht... Ik heb 3 jaar nog nooit zien doen, bijna. Wow! Hey, poets om respect voor mijn ding! Poets om respect voor mijn ding! Ik vind het super lief, maar ik dacht eerst... Je hebt partypoppers overal gedaan, dus je moest het wel opruimen of zo. Zoiets dacht ik. Nee, hij was wel echt in de opruimen. Ik was aan het leren. Alleen bijna mijn vader, joh. Koffie zetten. Wil je nog een appeltje? Ik zeg... Appeltje! Vind je eens appel? Ja, dit is kapot gegaan. Dat was voor jou. Ja. Oh, wel mooi. Ja, wel gaaf. Ik dacht, vind je vast wel leuk om te zien. Maar check eens even de bestekla. Ik heb je schoongemaakt. Wow, hij is binnengekomen. Ja. Oh, wel grote lepels. Super ziek, hè? Grote mond ook, hè? Wat vind je van zijn haar? Ja, had ik al tegen hem gezegd. Ja, maar dat weten de kijkers niet. Oh, ja, ik vind het wel vet. Ja, die middenscheiding. Ja, ik had alleen wel... Frank, die wil heel graag het blauwe eruit halen van jou. Oh, waarom? Waarom, Frank? Waarom wil jij dit? Zeg mij nu. Waarom? Dat het er al een beetje te lang in zit. En hij denkt dat het super mooi is als je gewoon je eigen kleur weer hebt. En dan zo'n middenscheiding. Ben ik mee eens. Moet ik maar gaan chillen met Frank. Klopt, Frank, heb ik gelijk. Nee. Ik vind haar zo wel leuk, echt. Meen het. Thanks. Ja, dat is wel positief. Welkom thuis, schatje. Ik ga zo slecht tegen zo'n buis. Ja, maar je wordt altijd boos als wij in zo'n buis zitten. Ja, omdat ik gewoon altijd het gevoel dat ik uitgelachen word. Ja, nee, maar... nee, helemaal niet. Nee, ja, dat is echt niet zo. Dat is zoveel rot humor. Nee, dat is. Jullie steken elkaar aan en dan zijn jullie melig en dan heb ik geen idee hoe jullie over lachen. En dan denk ik, oké, ik ga wel weer vandoor. Goed, je bent net thuis. Nee, welkom. Ja, dat zag ik al. We krijgen hem niet dicht. Jawel. Nee, welkom thuis, schatje. Oké, wij gaan gamen. Gezellig? Ik heb de hele dag gezellig gedaan, maar jij was er niet. Oké, we gaan even gamen. We gaan even een goede game sessie hebben. Kabam, een beetje Warzone. Jij ook Warzone daar? Let's go. Oh yeah, let's go.
Nou mensen, ik moet toch Enzo even credits geven, want hij heeft zelfs het bed opgemaakt. Nou, dat is wel echt super lief. En ik zag meerdere dingen die hij opgeruimd had. Ook de gang heeft hij helemaal opgeruimd. En hier lijkt het ook opgeruimd. Dus dat is wel echt super lief. Ik was de hele dag weg, want ik liet mijn haren fixen. En nou, dat is op zich best leuk thuiskomen als het dan opgeruimd is en het bedje lekker opgemaakt is. Dat is wel top. Ben ik niet gewend van Enzo. Daarom reageerde ik een beetje zo van, huh? Jij? Opgeruimd? Ik dacht, die heeft 60 partypoppers overal lopen knallen en die heeft het wel moeten opruimen. Dat was typisch iets voor Enzo geweest. Maar dit was gewoon lief bedoeld, denk ik. Tenminste, ik heb de beelden niet teruggezien, dus misschien zijn er wel partypoppers geknald. Maar in ieder geval, het ziet er schoon uit. Dus dan maakt het verder niet uit. Het was erg geweest als ik dan thuis gekomen was en overal nog partypoppers lagen. Ook al ruim ik dat met alle liefde ook voor hem op. Oké, dan moet ik misschien niet te hard zeggen, want misschien gaat hij het dan echt doen. Maar ja, dit is wel prima thuiskomen. En over mijn haar, ja, ik vind het gewoon te gekruld of zo. Ik heb van mezelf krullen, maar dit zijn gemaakte krullen. En dat vind ik meestal iets minder mooi, tenzij het helemaal goed gaat uithangen. Maar dit is wel heel heftig. Dus ja, ik weet het niet. Misschien vinden jullie het wel mooi. Misschien moet ik wel gewoon wennen. Maar nee. En mijn haar is hier weer een beetje blonder. Dus ben ik super blij mee. Oké, dames en heren. Dat was de vlog van vandaag. Ik ben moe. Dus ik ga lekker slapen. Ik wil jullie allemaal heel erg bedanken voor het kijken naar deze vlog. Hopelijk hebben jullie genoten. Vergeet dan niet nog even een duimpje omhoog te doen. Vergeet niet te abonneren op mijn kanaal hier beneden. Ik check jullie graag morgen bij een gloednieuwe vlog om 4 uur. En dan zeg ik, zoals altijd, dikke, vette peace. Knol power.